Hallo mensen en welkom bij Games Like Kills. Vandaag ben ik met Kodaaf. Yeah! Ja, en ik ben vandaag weer op Zettelkracht. Alleen, ja, ik zit nu even bij Jeroen. Yes, we gaan mijn huisje gaan we verder werken. Mm-hmm. Dus het gaat awesome worden. Heb je misschien ook nog... nog? Weer de alarm. Wat? Nee. Ik doe even wat vlees erin. Ah, oké. Okay. Vis. Drie vis. Oké, mooi. Yep. Wat het idee was vandaag is een trap naar beneden maken, want ik kom buiten. Mm-hmm. Bij dat water daar zo achter. Even daar zo, kijken. Daar, ja, daar ga ik een farm maken. Ja. Ja, dus wil ik een trapje naar beneden maken, dan kom ik zo in de bergen uit. Dit is gewoon een ontluchtingsraampje hier aan de zijkant. Dan gaan wij kom eraan. Misschien kun je daar even. Ja, je weet toch wel die dingen wat je wel bij een boerderij hebt. Die keldertjes die van buiten moet komen of zo. Binnen u dan. Ja, die. Die deurtjes dus. Ja. Je daar dan niet maakt daar. Gewoon hiernaast. Dat is niet een leuk idee. Met je western. Ja, maar die deurtjes die zijn altijd zo. Die liggen zo plat op de grond. Dus die, ik weet niet of dat werkt. En dan. Ja, dat is misschien een idee. Ik weet niet of. Of wacht, dan doe je het zo. Wacht. Nou, dan heb je niet die hekjes meer. Nou je deze twee weg. Als je dan eventjes twee deurtjes kan maken. Ik fix wel even voor jou het hout. Ja, we moeten even kijken. Wacht, dan zet dit dus hier weg en deze ook weg. Ik pak wel de slabs en dan pak ik ook nog even birchwood. Hebben jullie soms hier een tree farm? Ja, als je even een paar meeloopt, dan zal ik wel aanwijzen waar die staat. Ik moet even zoeken hoe ik die deur maak. Het is trouwens handig om even wat ender pearls mee te nemen. Heb je die? Ja, ik heb de ender pearls. En de pearls, ja. Ja. Oké. Okay. Ik zal even wat kijken, je doet. Er zit nu een paar mensen in de server. Het handigste is even om even nu te gaan slapen. Want dan hebben we weer dag en ja. Ah ja, dat is wel chillig. En dan heb je de creepers ook niet zo veel last van. Ja, maar... Ja, die heb je toch altijd wel, maar... Ja, maar nu spawnen ze wel. Ja, oké, dat is waar. Nou, gaan we slapen. Oké. Slaa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 a
Goed, in ieder geval. We hier. Als je mij wilt volgen. Ja, gewoon naar buiten. Oké, okay, dan gaan we naar buiten. Ik heb ook wat nieuwe dingen erbij gepakt. Oké, okay, kijk, hier heb je dit soort bomen allemaal. Maar als je goede bomen wil, want dit is een andere bomensoort en deze die is gewoon huge. Daar ga ik niet aan beginnen om die om te hakken. Dan gooi je een enderpearl bovenop die berg. En ik Dat is jullie tree farm. Nou, hier staan heel veel bomen. Ik weet niet of het een tree farm is. Maar hier staan heel veel bomen en ik plaats ook de daar weer terug. Goed. Oh, is dat een creeper? Ik heb geen zwaard bij me. Ik heb wel een boog, dus ik schiet hem wel van een range. Ja. Wacht, waar zit hij? Hier. Ja. Nice. Ik steal je experience. Ah, dat maakt niet uit. Ik zit toch level 14. Nice, ik zit nog steeds op level 0. Hier staan een hoop boompjes. Minder dan ik kan herinneren. Waarom staan er nu ineens zo weinig? Iemand heeft lopen hakken geen saplings teruggeplaatst. Misschien kunnen we... Ja. Misschien hakken we er even een paar om en dan doen we ze even met bone meal. Nee, ik heb alleen maar pijlen, dus dan moeten we even naar de mob spawnen. Naar de mob spawnen? Ik weet niet eens of we hier een mob spawnen hebben. Ja, we hebben een mob spawnen. Dan moet je wel even helemaal naar de nether toe. Oh. Maar wil je nog ook naar mijn eiland of... Ja, laten we dat volgende aflevering doen. Kunnen we nu eventjes bouwen hier. Oké. Okay. En dan deze zijn nog allemaal bomen, dus als je wat hout moet hakken, dan is dat hier. Maar ik heb zelf nog wat hout in mijn inventory, hè. Oké. Okay. Dus dan gaan we nu even kijken. Daar is jouw huis. Ja, op. Dan ga ik even weer eten. En ik kom voedsel bijna tekort. Oh, had ze de scorch eerder gezet. Ik heb allemaal kippen bij me. Oh, nice. Is dit, oh ja. Dat verklaart alles van egg to your face. Joh. Weet je hoeveel kippen er in deze stad zitten? Ik loop hier gewoon los rond. Kun je wel die meme van zeggen van over 9000 of zoiets? It's over 9000! nice.
Misschien, ik dacht dan aan dit. Dat doe ik wel even zo. Zo. Ik pak even wat random. Random zand. Zo. Zo. Oh, nice. Dan ga je hier naar binnen. Wacht, dan... Oh, wow, wat is dit? Oh, dat wordt allemaal simpel gemaakt. Wat je nu wilt zien, ik doe hier, trapdoors. En dan doe je alsof dat inloopt. Oh, hier, zo. En zo. Zo. Snap je nu wat ik bedoel? Ah, ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Maar ik had eigenlijk het anders in gedacht. Kijk... Wat ik dacht is, dus dan zet je hier. Dan doe je hier. Een deur zo. Nog in. Dan heb je gewoon zo. En dan, dat is meer zo'n boerderijs kelderdeurtje. Ja, wacht. Wacht, dan moet ik het even anders doen. Want ik had zelf iets anders in gedacht, maar dit is misschien wel beter. Dan ga ik me eventjes iets anders inrichten. Alleen, ja, ik weet niet hoe ik het echt helemaal moet beschrijven en mooi moet maken. Ja, weet ik. Dat snap ik. Dus dan doen we zo. Wacht even, ik doe hier even zand. Zo. Oh, je doet zo. Maar ja, dan kom je hier een beetje in de problemen. Dat hebben ze meer... Nou, dat ziet er niet echt heel erg bepaald goed uit. Nee, wat ik in mijn gedachten had, is als je we deze... We kunnen ook misschien doen dat die... Ja, nou, wacht. Ik ga even laten zien wat ik in gedachten had, hè. Oké, doe dat maar even. Dan ga ik eventjes naar boven, moet ik eventjes wat maken. Dan doe ik zo. Oké. En zo. En dan vul ik dit hierin. Op deze manier. Maar we laten zien. Oh, je wilt met deuren doen. Kun je ook wel doen. En als je naar buiten komt. Zo, dan heb je dat toch niet heel erg opvalt. Dan heb je zo'n soort van ingangetje. Misschien kunnen we dat doen. Kun je zo erin, dan kan je nog naar beneden en naar boven. En dan moet je hier bijvoorbeeld je chest ervoor raad doen. Die wil ik eigenlijk hier in deze muur stoppen, hierachter. Oh, bedoel je dat ene... Ja, daar met die matje? Daar met een matje. Mooie matje. Matje. Ja. En dan dit. Misschien moet ik die deur ook nog een keer anders gaan doen. Weet ik, moet ik ze toch zelf een keer uitzoeken. Ik ga alvast verder naar beneden hakken trouwens. Oké. Ik heb een shovel nodig. Even kijken, we hebben nu een hele mooie deur. Wacht. Misschien wat handig zou zijn is even wat logs verzamelen. Wacht, die heb ik nog wel. Hier, ik heb hier nog 18 logs. Oh, kut. Okay. Ja, je hebt ze. Moet ik even wel vinden? Nee, denk het niet. Wat moet je hebben? De logs. Heb jij hem niet gepakt? Oh ja, wacht, ik heb ze gepakt, ja, hier. Okay. Dan hou ik zelf deze met deze, zo. Misschien is het wel mooier als je hier een beetje licht in zet. Ja, de verlichting komt straks nog. Wow, er zit hier een hele grot onder. Nou, dan kun je dat mooi maken. Profiteren. En zit water, denk ik. Ja. Oh. Oké, sorry, dat moest echt even. Hoe is het daar beneden? Ik doe wel even licht te zetten. Ik zit nu met de shaders mod en dat is best wel irritant. Ja, dat is vreselijk irritant als je in een donkere plek zit. Mm-hmm. Ik heb hier even alles verlicht. Je kunt hier misschien ook een extra farmpje binnen doen. Ja, zou kunnen, weet je. Ik moet een binnenfarmpje. Alle mogelijkheden staan nog open. Of je maakt een zwembad. Ja. Een ondergrondse zwembad. Ja. Dat is een vette. We maken een zwembad. Dat had ik vroeger in mijn allereerste Minecraft avonturen gedaan. Of course. Een zwembad bouwen. Met een glijbaan. Dat was altijd wel leuk. Nice. Ik maak trouwens nu de hele tijd dezelfde fout. Oh wow. Ik denk, ik kan net zo goed een volledig blok neerzetten. Dat is veel makkelijker. Ja.
fouten zijn te maken. Alleen daardoor kan je niet meer goed de trap oplopen volgens mij. Zo. Ik moet onthouden dat ik niet mijn efficiëntie pickaxe pak. Nou, onthoud het dan. Zo. Dit wordt gewoon kunst hier, oh. En dan doe je... Dat kunst? Ja, dit is kunst. Zo. Dit is magie. Het is magisch. Hier is magie. Dan loop je zo mooi naar beneden. Hier kun je misschien een leuke duikplank maken. Wacht. Dit moet trouwens iets anders. Deze kunnen zo. Dan... Ik pak even mijn supercoole toortjes. Wat is zo cool aan je toortjes? Dat ze licht geven, misschien. Geef jouw toortjes licht! Yeah. Wow! Dat wil ik ook. Waar heb je die gekocht? Bij de Vibra. Oh, damn it. Ja. Of bij de IKEA, ik weet niet. Oh man, die moet ik ook hebben. Dat is wel echt heel fancy als ze licht geven. Bij de IKEA. Niet te koop. Toortjes. Nice. Oké, kijk, dan kan ik hier nog een mooi verdiepingje maken. Ik heb wel een idee. Dat je hier zo'n bar maakt of zo. Ja. Zou kunnen. Zou wel. Een waterbar. Niet een gay bar, maar een waterbar. Hahaha, gay bar. Ja. Echt. Wauw. Zo. Dit moet ook. Moet allemaal wel eventjes netjes opgevuld worden. Het goede materialen. Zo. Ja. Zo, iets als dit. Perfect. Prachtig. Dit is gewoon kunst. Zo. Dan een mooie bar erbij. En dan moet je bijvoorbeeld hier dan... Ik weet niet, als je hier een beetje van die pots kunt zetten. Ja, dit gaat nog wel iets wat worden hieronder. Ja, op zich wel. Ik voel dat gaat het iets worden. De Western Bar. De Relax Bar. Yes. Zoiets, ja. Misschien een patroontje erin nog bouwen. Patroontjes zijn voor watjes. Oké, waarschijnlijk zijn het echt stiekem mooi met de patroontjes erin. Even kijken, heb je nog wat van het hout? Welk hout? Oakwood? Of, Ja, ook. Oké. Ik heb blocks en ik heb birch dingen. Oké, nice. Dan doe ik eventjes nog zo. Trouwens, heb je soms iets nodig? Ik heb nog wel een waterbucket voor jou. Nice. Waterbucket is altijd handig. Ja, ik heb te veel. Ik heb een stuk of drie. Ja, nu nog drie in de inventory. Oh, nice. Dus dan kan ik zo een unlimited water source voor je maken. Ja, die heb ik hier toch al. Die zit hier toch ook al. Kijk hier. Oké. Ja, op zich wel nice. Op zich wel nice. Maar eventjes de zuiver helemaal van hout doen. Dit gaat wel iets worden, ik voel het. Oh, op zich, het ziet er al een stuk leuker uit. Gezellig uit, dit ga ik nog een keertje helemaal mooi uitwerken. Ik denk dat het wel goed is voor een aflevering. Wel gezellig is. Oh, ja. Dus sluit jij af, zal ik afsluiten, allebei tegelijkertijd? Nou, jij mag wel beginnen. Oké, nou. Vond je het een leuke video, doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Wil je meer zien van... mij, dan kan je op mij abonneren. Wil je meer zien van Stefan, kan je op hem abonneren. En dan doe je dat. Jee, tot de volgende keer. Yo. Later.